Oké, okay, ik zie daar wel een nestje. Kunnen we gewoon even loeren. Gewoon even kijken. Ja, zit wel een eitje. Zit wel een eitje. Zit wel een eitje. Kunnen we gewoon even neerzetten. We zetten onze PTE gewoon neer. Oké, okay, is die spoiled of niet? Hij is niet spoiled. Oké, okay, hoe zwaar weegt hij? Ik heb geen idee. Go, 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 go. Rijd, rijd, rijd. Go, go, go. Hij is te zwaar. Nee! Yo mensen, mijn naam is Link en welkom weer terug bij een nieuwe Ark. De vorige aflevering hebben we twee eitjes gekregen. Eentje van onze Allosaurus en een eitje hebben we gejat. En die zou ik uit laten komen en dan gaan we nu ook gewoon eventjes lekker doen. Dat duurt 1 uur heel lang. Dus dat ei laten we denk ik daar gewoon, oh mijn god, ze hebben er nog één gelegd. Nou, die leggen we dan denk ik maar gewoon lekker bij. Ja, deze begint ook uit te komen. Die andere is dus zeg maar gewoon te koud nog om uit te laten komen. Of kunnen we ze nog wel meer standing torches maken? Dan heb ik wel even wat touch nodig. Want weet je, als ik ongeveer zo lang, oh nee, ik moet trouwens wel een pickaxe. Als ik ongeveer zo lang aan het opnemen ben, 1,5 uur, dan komen ze uit. Is het helemaal prima. Nou, laat ik er eventjes 8 maken. Zo, een cirkeltje van 8. Ik hoop dat hij met 8 genoeg heeft. Zo, ze zijn alle 8 aan. Ik heb het ook een beetje warm. Dan gaan we hem droppen. En nog steeds te cold. Are you kidding me? Er staan hier 8 van die stinktorts om me heen, gozer. Heb ik er nog meer nodig? Oké, ik heb er 2 bij gedaan. Nog steeds te cold. Er staan dus 10. Dan gaan we er 12 van maken. Het wordt hier in ieder geval een hele gezellige boel. Nou, er staan er 12, gozertje. En je bent nog steeds te cold. Dan maken we er gewoon nog een keer 4 bij. Nou, we zitten er nog een keer 4 bij. En hij is einde. Dat duurt 5 uur. Doen we even normal. Nou, dan kan het door de aflevering heen. Kan die vanzelf wel uitkomen. Nou, er zijn in ieder geval genoeg toortjes. Gaat in ieder geval goed komen. Oh ja, dat is een dingetje waar ik in een andere serie van mij, Meme Tijger. Er waren heel veel coaches die tegen mij zeiden, hey Link, je bent dus wel een keertje gered door de allerlieve Diplo. En we gaan dus kijken of we die Diplo nog eventjes kunnen vinden. En of we hem kunnen gaan temmen. Zo, ik ben ook nou eens level up. En dan ga ik eventjes wat meuk maken. Nou, dan gaan we eventjes wat narcotiekjes maken. En arrows hebben we genoeg, dat is mooi. Terwijl dan mijn crossbow wel bijna kapot is. Die gaan we even repareren. We hebben nog 5 hout voor nodig. Natuurlijk, joh. Weet je, hakken we meteen genoeg. Hakken we meteen 433. Hoe gaan we met deze eitjes hier? Hier zijn er steeds aan het uitkomen. Toppie. En repareren deze gabbertjes. Ik ben level up gegaan door het midden van het repareren. Dat is nou eens fijn. Pickaxe ook maar eventjes repareren, want die was ook aardig verzwakt. En de rest is nu denk ik wel prima. Ik zit trouwens de reacties te lezen en er staat hier, ga je vestigen bij het dorp. Tafelmannen is Rudy en Volgueros is Don. Dankjewel voor die tip. Op zich bij een dorpje vestigen lijkt me wel gezellig. Dus misschien kunnen we daar ook eventjes zo meteen naar gaan kijken. En hier iemand zegt, er zijn wyverns in deze ark. Rechts bovenin. Daar kan je eitjes stelen. Oké. Dan gaan we daar misschien eventjes kijken. Niemand zegt, jij brokdreeks in jouw server heb even gekeken. Dankjewel. Maar daar kunnen we natuurlijk nog niet heen, omdat we nog geen hazard suit hebben. We moeten eerst level 70 voor worden. Dat gaat heel lang duren. Als je op de bergen vliegt, kun je griffin stemmen, zegt iemand. Nee, er is ook een wyvern cave bij de ijs. Oké. Hier zit ook iemand rechtsboven in zijn wyverns. Oké, allemaal duidelijk. Kunnen we op zich wel heen gaan, want we hebben zo'n snelle PTE dat we gewoon eventjes naar in kunnen gaan. Pakken een eitje en dan vliegen we weer weg. En dan kunnen we 8 uur wachten tot hij uit is gekomen. Maar op zich, een wyvern hebben is niet heel slecht. Hij is nu te cold. Are you kidding me? En deze is nog wel incubating. Oké. Maar deze is niet heel erg. Want hier kunnen we zo eventjes eentje aanzetten. Dan moet je ook weer in de gaten houden. Wat kut. En trouwens, over jullie gesproken. Hebben jullie wat leveltjes erbij? Zeker weten. Laten we gewoon lekker heel veel HP stoppen. Zodat ze gewoon niet doodgaan. Dat lijkt me gewoon handig. Zo. Ja, ook eventjes. Zo makketje. Lekker hoor. Ik moet sowieso nog eventjes wat vlees voor jullie fixen. Zodat jullie uiteindelijk niet doodgaan aan verhongering. Maar voor nu wachten we hier nog even. Oké, we hebben al best wel veel. Dan kunnen we alvast eventjes wat arrows maken. Dan gaat dat ook alvast gaande. En dan kunnen we de rest van de 15 die over zijn ook meenemen. Dan hebben we genoeg tranks. Voor het geval van dino tegenkomen die we willen tranken. Maar we gaan denk ik een eitje jatten. En hopen dat ze niet gespoild zijn. Zo, dan gooien we deze er ook weer bij. Dan worden we 13 extra gemaakt. Dan hoeven we nog maar 3 extra. Het gaat allemaal weer gewoon helemaal chill, jongen. Zo, de laatste 3 worden ook gemaakt. Er worden nog 10 gemaakt. Je bent trouwens ook nog een paar leveltjes omhoog, zie ik. Movement speed it is. Dat lijkt me wel handig. Zo, en die is klaar. Oh ja, ik ben trouwens ook natuurlijk nog level omhoog. Ik ben 2 levels omhoog. Hoe de hel ben ik dan weer 2 levels omhoog? Nou, HP wordt het. Oh mijn god, ik kan metal leren. Nice. Nou, helemaal prima. Prima, dan gaan wij gewoon eventjes omhoog. Oh, the sun is shining. I feel good and no one can stop us now. Hebben we ook die defog meuk, hebben we die? Nee, we hebben geen defog. Oké, het is wel een beetje mistig. Daar kunnen we denk ik wel mee leven. Dat trouwens nog eventjes misschien in weight moeten gooien. Aangezien ik toch eitjes ga stelen, gaat het denk ik wel zwaar worden. Oh, jezus, echt zo ongelooflijk mis. Oké, dat was rechtsbovenin, hè? Dan moeten we deze kant op. Kunnen we eventjes lang deze baas even koenkeloeren. Ja, hier wil ik op zich wel bij gaan vestigen. Ziet er toch wel heel erg gezellig.
gezellig uit, weet je wel. Dan moet ik wel ergens mijn ruimte kunnen hebben van, hé, ik bouw hier mijn huisje. Maar goed, we komen er wel. Ben ik überhaupt al rechtsbovenin geweest? Ik ben wel rechtsbovenin geweest, maar niet helemaal rechtsbovenin. Dus misschien is dat wel de reden waarom ik ze niet tegen ben gekomen. Ik ben toch wel benieuwd, want er is dus natuurlijk ook één guy geweest. Kan een troller zijn. Die zei dat er ook... Oh mijn god. Oh, maar dit is eventjes handig. Is die open of niet? Oh, als die open is, dan wil ik eventjes loeren. Nou, hij is locked. God damn it. En dat doen ze wel weer gierig, hè? Ze stinkende stinkdorp mannen. Hé, hey, hallo kwetseltje. Zeg maar over die Griffin. Want ja, Griffin is gewoon echt een van de chillste dino's om mee te vliegen. Maar als ze die gewoon kunnen hebben, weet je, dat zou heel chill zijn. Ik zie daar een Argentavis. Dat zijn geen Griffins. Maar hij staat ergens bij een bergtopje. Dit is een bergtopje. We kunnen hier gewoon eventjes concloeren. We zijn al best wel dichtbij rechtsbovenin. Dus zijn we echt heel erg recht. Of zo moeten alleen nog een beetje naar boven toe te vliegen. Maar ik moet wel zeggen, dit ziet er niet uit als een area waar ik denk van, nou, dan zouden de Griffins lopen. Of in ieder geval vliegen of iets in de richting. Het is geen habitat voor hun, denk ik. Kijk, het is wel een habitat voor de dodo's en voor de kitokimpies, maar dat is het dan ook. En dieplootjes. Oh ja, ik moet de dieplo nog even temmen. Het is sowieso dat die al gedispand is. Ik weet het 100% zeker. Maar het is hier best wel vredig, moet ik zeggen. Wat de hel is dit allemaal weer, joh? Oh, ik word weer afgeleid. Link wordt weer afgeleid. Oh, wat vreselijk, jongens. Wat een prachtzooi hier. Wat is die toch mooi, jongen. Oh, oh, oh. Een bijen dingetje en genieten. Nou, dit is gewoon dikke prima, dit hier allemaal. Het is gewoon mooi. Je komt hier langs en je denkt, ja, dit is mooi. Heb je nog meer van die plekjes? Ik zie dat een tapachara. Dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Oké, dan denk ik dat het hier zeg maar de grens is. Dat we hier niet verder kunnen. Het ziet er ook wel uit. Het is zelfs nog een heel gat daar. Oké, dus daar kunnen we niet verder. Hoe ver zijn we al? Pittig ver. Dit is het ijsgebied. Misschien bedoel ze dit ijsgebied al. Van waar de wyverns zijn. Ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. We zien wel. We zien wel. Oké, maar het is wel aardig koud. Dus we kunnen hier niet te lang blijven. We gaan even op die stamina wachten. Op die stamina. Oké, nu heb ik het niet meer koud. Nu verlies ik geen HP. Zo koud is het. Dus dat is zo. Oké, let's go. Oké, waar zouden de wyverns dan zijn? Als ik een wyvern was, dan zou ik hier niet in het open zitten. Maar dan zou ik ergens in een soort grot zitten of zo, hè? Ik zou ergens in een grot zitten. Maar waar zo zijn die groten? Het is echt dood hier. Het is hier letterlijk dood. Hier is helemaal niks. Oké, let's go take a landing. A quick one. Oké, en kunnen we een beetje met alt een beetje spieken of hier een grot zit of niet. Beetje Chitrino's. Oké, ik zie daar wel mammoet en zo. Hier ook niet echt heel veel bijzonders. Misschien dat het daar zo is. Daar kun je wel een beetje ondergrond. I'm not quite sure. Ik zit wel echt gewoon rechtsbovenin. En dan zou het hier moeten zijn, denk ik, dat je hier in deze berg moet zitten. Oh nee. Oké, we found it. Oké, we found it. Ladies and gentlemen, we found it. Oh my god. Ja, heb je Ice Wyverns en Lightning Wyvern. Oh my jeebus. Oké, met deze kunnen ze trouwens echt makkelijk zien. Dat is heel chill. Ice Wyvern 175. Nog een Ice Wyvern. Zijn het allemaal Ice Wyverns? Ja, het zijn allemaal Ice Wyverns. Natuurlijk zijn het allemaal Ice Wyverns. Oh, wat vet. Oh, we hebben echt een vet stekje hier. Het is echt mokertje vol. Oh my jeebus. Het is echt heel vol hier. Oké, ik ga mijn spyglass wel gewoon aanlaten, want die heb ik echt wel nodig. Oh mijn god, dat gaat never nooit lukken, denk ik. Oké, laat ik eerst eventjes landen. Even volledig staminaatje krijgen. En het is natuurlijk ook een Ice Wyvern. Dus die heeft een ijstraal. En ijstraal is ongelooflijk gevaarlijk. Okay, we kunnen misschien wel eventjes loeren. Oké, er zitten ook allemaal andere schepsels hier. Natuurlijk, hè. Oh, en er zit ook wel lava. Oké, ik zie daar wel een nestje. We kunnen gewoon even loeren. Gewoon even kijken. Ja, zit wel een eitje. Kunnen we gewoon even neerzetten. We zetten onze PTE gewoon neer. Oké, is die spoiled of niet? Hij is niet spoiled. Oké, hoe zwaar weegt hij? Ik heb geen idee. Go. Rijd. Go. Hij is te zwaar. Nee. Oh, hij is niet zwaar. Oh mijn god. Ik dacht even dat het zwaar was. Ik ben wel zwaar. Ze komen achter me aan. Oh mijn god, ik heb er eentje gejat. Edit? 3? Wat? Ik heb er meerdere? Wow, er stond in mijn beeld dat er 3 gespoild waren. Wow. Wat is dit? Nee, ik heb er maar eentje. Er zaten gewoon meerdere in één. Gozer, we hebben er gewoon eentje gejat. Oh, dat is echt sick. Dat vind ik echt heel sick, dit. We zijn ook gewoon weggekomen met ease. Oké, kijk, weet je? Dan vind ik het niet erg. Als ze spoiled zijn, als ze maar gewoon weer opnieuw komen, weet je wel. Oh mijn god, we hebben gewoon echt easy peasy erin gejat. Ga ik dan wel een nieuwsgierige jongen uit hangen en nog een keer proberen? Zo ben ik dan wel weer. Ik ga denk ik wel eventjes ergens een dingetje neerzetten, want meer kan er... Daarom was ik ook natuurlijk zo zwaar. Omdat ik er meerdere op had gepakt. Ze wegen natuurlijk
Oh, wat gebeurt er? Ik heb een beetje het Febreze effect of zo. Of is dat... Ik heb geen idee. I'm scared. Ik zie daar wel een wimmetje. Ik heb geen idee wat dat geluid is. Ik ben wel een beetje bang. In ieder geval, Downcall is nog niet wegvliegen. Omdat het dus allemaal spoilde van die eitjes in me zaten. Oh mijn god, ik stresste me dood, jongen. Oké, ik moet even hier een foundation maken. En even een kistje, zodat we hem eventjes erin kunnen gooien. Oh, en mijn level up. Zo, wooden foundation. Torch hebben we nog meer touch nodig. Ik had serieus niet geloofd dat het zo makkelijk was. Dat ik zo makkelijk al zo'n dingetje heb. Het is echt insane. Maar natuurlijk wel de professionele eierensteler. Maar, oh mijn god, dat is een achtertafel. Ik schrok al. Oké, we hebben er dus eentje. Dat is lekker. Die gaat gewoon hierin. En deze ding gaat trouwens ook een klein beetje wat aan de zwaardere kant. Dus die ga ik ook gewoon even hierin droppen. Die wil ik op zich niet echt per se kwijtraken. Zo. Een boogje zo hebben we ook allemaal niet nodig. Dat is ook allemaal zware meuk. Weg, weg, weg. Ja, dan doen we gewoon level up. Dan doen we er eventjes eentje in weight gooien. Dan kunnen we nog meer meenemen. Ja, 280 hebben we nu. Dus stel, we zouden nu 3 eitjes hebben. Dan zouden ze nog weg kunnen vliegen. Oké. Ik heb weer dat gekke geluid. Maar ouwe, deze is zo overpowered, deze spyglass. Want we kunnen zo makkelijk ineens door de muur al zien waar die stinkbeesten zijn. Maar ik had niet verwacht dat het, ja, natuurlijk wel logisch in het ijsgebied. Maar ik wist niet dat het alleen maar van deze ijswurmetjes waren. Zo zit daar ook een secret cave en zo, weet je wel. Net als in die andere Ark Ragnarok. Ja, blijf daar eventjes lekker zitten. En hier zit er ook geen eentje bij me, dat is mooi. Hier zit een eitje. Hier zit een eitje. Don't come near me. We can just look around. En dus level 170 ijs spoilt al meteen. Oké, laten we die gewoon weghalen dan. En dat is gewoon prima. Dan kunnen we ook eventjes al die... Wyverns even hier weglokken. Oké, je ziet ook dat ze rood zijn geworden. En de rode die wil ons pakken. Ja hoor. Kom maar. Dat ze zich allemaal wel weglokken. Zodat ze allemaal deze kant op zijn. Dat ik daar gewoon alle andere eitjes kan pakken. Kom maar makketjes. Oh mijn god, dat is wel een beetje aan het leggen. Maar het is ook wel logisch als er 80 wyverns achter je aan zijn. Hier ook allemaal van die gekke stenen. Ik weet niet wat het is. Maar de wyverns are still behind me, baby. Oké, dan gaan we dus nu eventjes... Even kwijtraken. Zo, dan zijn ze echt wel lekker een stukje ver weg. Dan kan ik zeg maar bij het begin van de cave gaan verloren. Maar ze zitten nog steeds wel te achtervolgen. Dat is ook wel een beetje logisch. But you guys will be gone. Oké, ze zijn al weg. Oké, maar het eitje was weg, hè? Ja, die is weg. 170 gozer. Dat is echt bijna een van de beste die je kan hebben. Maar ik denk dat sowieso wel bijna alles gespoild is. Dat ik echt heel veel geluk heb dat eentje niet gespoild was. Maar misschien is het ook wel handig om eventjes alles... Oh mijn god, ik ben... Oh, als nu weer eens achter me aan zat, hè? Dan was ik de Pinari. Oké, gaat langzaam nog naar beneden. Dat is fijn. Terwijl een klein beetje... op let op mijn makketje. Oké, dit kleine stukje spring ik wel eventjes af dan. Auw. Oké, hier liggen ook nog allemaal crystals en zo. Dat is ook allemaal goed om te weten. Oké, doen we ons dingetje weer aan. Oké, er zijn er nog wel een paar. Maar wel echt een stuk minder nu. Omdat ik er zoveel weggelokt. Er komt een steekbeloofje. Oh, die echt, jongen. Ik zweer het je. Ik hou van deze spyglass dat ik ze gewoon zie. Stinkpalovia's. Oh. Oké, zit echt een mooie vriend super dichtbij me. Hij is wel gaan chillen, dus hij heeft nog geen agro op mij. En dat je ziet als het rood wordt, dat ze dan agro op je hebben. Goed, we gaan even hier lekker naar binnen toe. En even loeren. Oh, wat als we de Gauss rifle zouden hebben? Dan kunnen we gewoon... Pew, en dan maken ze allemaal dood. Oh, wat is dit, joh? Oh, wat is dit? Het is echt gewoon Insecten City, joh. Oh, gaan we hier naar binnen? Dat is eigenlijk helemaal geen goed idee. Het is voor mij echt veel te warm hier. Oh my god, waar gaat dit helemaal heen, joh? Oké. Ik wil hier eigenlijk helemaal niet heen. Ik ben niet bang. Ik ben bang. We exploren dit nog wel een ander keertje. Maar niet nu. Today is not today. Hey, Mantis, spring niet in het lava. Oh. Hij overleeft het ook gewoon. We gaan wel on the lookout blijven. Ik zie hier dat er eitjes kunnen liggen. Hallo, ben jij gespoord? 175. En hij is gewoon goed. Hij is gegroeid. Oké, weet je wat? We houden het gewoon bij deze. En dan rotten we gewoon op. Oh nee, we zitten wel meer erin. Zie je dat? We zitten wel meer erin. Oké, pick up. Yes, 2 fertilizers. Eentje gaat gespoild worden. Prima. Weet je wat? We laten de rest wel, joh. Er zitten meerdere op een nest, weet je. Het is gewoon veel te makkelijk, weet je. We hebben nu zo'n goeie, dat we daar gewoon tevreden mee zijn. Voor mij was het hier zo trouwens, waar heb ik het andere eitje gelaten? Ik weet het niet eens meer. Ik weet niet eens waar ik het andere eitje heb gelaten. Dat zie je ergens op deze berg, dacht ik. Even kijken waar ik dat heb gedaan. Hey, Wyvern, waar heb ik mijn andere eitje gelaten? I forgot where I left it. I'm a bad mother. Oké, het was hier. Hij zit hier. Maar de Wyvern zit ook echt letterlijk achter me aan. Daar heb ik geen zin in. Oh ja, maar een Wyvern eitje nu uit te krijgen, dat is heel moeilijk. Want je hebt nu natuurlijk ook wyvernmelk nodig. Omdat het natuurlijk ontiegelijk lang gaat duren tot hij uitkomt. Oh, en is daar ook aan het vechten. Oh, daar heb ik zo geen zin in. Ga daar eventjes weg, Wyverntje. Ik moet bij mijn kiesie komen. Oh, en hij komt achter mij aan. Chill. Op zich kunnen we dan bij die low level wel proberen. Kijken hoe ver we komen. En die high level kunnen we dan uiteindelijk doen als het goed gaat. Ja, dat lijkt me wel best wel verstandig. Oké, Wyverntje. Ik vind je heel erg lief en alles op en eraan. Maar ik ga nu eventjes snel
mijn spulletjes pakken. Wat de hel is ineens? Oh, god. Hij is gewoon echt kapot gebeten. Ah, ik heb hem hier weer gevonden. Chill. Pakken we alles. En dankjewel. Aanhaden hier. Ik ben wel lekker zwaar. Nice. En dan vooral mijn PT. Als ik met twee bogen drop, kan dan... Ja, dan kan je wel weer vliegen. Oeh, oké. Okay, dit is nog een betere success ratio dan ik had verwacht. Maar we gaan nu gewoon lekker terug naar huis. Oh, my god. Dat was vet, jongen. Dat was echt vet. Dat het ook gewoon, dat ik dat gewoon eventjes zo even 1, 2, 3 even poel. Dat is echt heel cool. And we are home. Oké, okay, lijkt me wel een beetje verstandig om te gaan investeren in een plekje waar we gewoon even lekker onze eieren niet kunnen laten spoilen. Dus gewoon eventjes een koelkastje te hebben. Deze beginnen gewoon lekker uit te komen. Dat is chill. En gaat het met jou? Met jou gaat ook prima, zo te zien. Kijk, je bent level 85. 85 is ook hoog hoor. Oké, okay, drop hem. En even kijken. Oh mijn god, hij is echt groot. Hij is too cold. Ja, die hebben ook echt voor mij heel veel warmte en heel zier. Oké, okay, we gaan even kijken hoe lang het duurt. Oké, okay, drop. En even kijken. Deze doet ook 5 uur. Oh my god. Aangezien dit toch een testdingetje is, kan hij alvast zeg maar wat uurtjes kwijtraken, denk ik, deze. En die van 175, die hou ik gewoon even, denk ik, even bij me. Dus eventjes gaan beginnen aan een koelkastje of zo. Maar daar moeten we level 49 voor zijn, om de electronics te hebben. En een refrigerator level 60. Oh my god. Nou, ik kan één ding vertellen, hoe je snel kan levelen in Ark is door dingetjes te bouwen. En ik denk dat we dat maar eventjes moeten gaan doen. En aangezien we best wel wat metal hebben, kunnen we ook, denk ik, wat dingetjes van metal gaan bouwen. Zodat we dat weer uiteindelijk kunnen, om dingen kunnen omzetten. Ja, lijkt me verstandig. Oké, we hebben heel veel hout nodig. Your boy needs some wood to get into the fire. Zo, ik heb best wel wat hout. Eigenlijk best wel een beetje te veel. Zo, dan gooien we er 700 in. De andere helft houden we wel. Doen we de rest hier ook gewoon eventjes lekker in. Zo'n gozertje in jij. Ja, we moeten even zo'n, zo'n kleine koelkast. Zo'n tijdelijke. Preserving bin, toch? Ja, preserving bin, die moeten we even hebben. Dat hebben we gewoon eventjes voor nu nodig. Even zo'n tijdelijke koelkast. En we hebben spark powder ook nodig. En we zijn ook gewoon level up, omdat we gewoon een preserving bin maken. Helemaal chill, daar ben ik het helemaal mee eens. Oké. Okay. Dit gooien we erin. Spoil time is nu 7 dagen. Maar wat nou als wij gewoon even wat sparkpowder erbij gooien? Allee, allee, allee. We hebben ook stone nodig daarvoor, hè? Oké, okay, we hebben 550 steen nodig. Zo, dan pakken we dit eruit. Zodat we 550 hebben. Toppie. Dan gaan we gewoon alles opmaken naar sparkpowder. Zo, 100, 100, 100, 100, 100. Dan hebben we de 550 komt erbij. Dat is chill. En dat keer 2. Dus eigenlijk hebben we gewoon 1100 sparkpowder zometeen. Laten we nu alvast een klein beetje wat we hebben erin gooien. En dan is de spoil time nu 80 dagen. Oké, misschien hoeven we dan niet zo snel te gaan levelen om die andere koelkast te gaan maken. Want dit is ook gewoon dikke prima. 80 dagen is wel heel erg lang. Als het maar gewoon goed blijft, weet je wel. De metal blijft ook gewoon even lekker smelten. Daar kunnen we uiteindelijk ook allemaal dingetjes mee maken. Oké, dan hebben we niet echt per se een gehaast project nu. Maar we gaan even kijken naar, naar dat melk. Want ik ben best wel gewoon nieuwsgierig, zeg maar. Je hebt wyvern meal. Use to raise baby wyverns and imprint upon them. It should be noted that wyvern milk is the only food that wyvern will take before the adult stage. Baby, juvenile and adolescent wyverns will not eat raw or cooked meat. Laat me eens even kijken, want ik weet het allemaal niet zo goed. Ja, ze 10% zijn ze juvenile en dan kunnen ze uit de feeding trough eten. Wat dus niet bij de wyverns gebeurt. Ja, 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 hier moeten we weten. Oké, okay, dus adolescent, dus je moet echt gewoon van 0 tot en met 100 moet je bij de wyvern zijn. Oh mijn god, wat erg. Oh, dat is echt vreselijk. Dat is echt vreselijk. Ben ik zeer wel benieuwd hoe lang, zeg maar, dat duurt, zeg maar, tot hij groot is geworden. Oh, wacht, kan je letterlijk zien. Kan je letterlijk zien. Dan zie je een schemaatje voor. Heel chill dit. Oké, okay, wyverns. Oké, okay, wyvern moet gewoon super heet zijn. Baby, juvenile, adolescent. In totaal. Dit moeten we hebben. Totale uur. Oké, okay, en we gaan op het langste. Giganotosaurus duurt 11 dagen. Wat is dit, joh? En dan vinden ze het gek dat we normaal gesproken de ratings anders zetten. Oh mijn god, en ook met de onctopuntie ook 11 dagen. Ik weet niet wat ik tering van die dingen had, joh. Oké, wordt steeds minder, minder, minder. En een wyvern duurt in totaal 3 dagen en 20 uur. Oh my god, dat is vreselijk veel. Maar goed, after knocking a female wyvern, 5 wyvern milks can be found in its inventory. Wyvern torpor depleted quickly, so it should do this as soon as possible, because once the wyvern wakes up, with the milk still in inside, it will be gone until the refresh period when it is knocked out again. Het is mogelijk om dezelfde female wyvern meerdere keren te knocken, maar dat moet wel binnen een uur zijn. Een alternatief, 50 wyvern milks can be found in the inventory of an alpha wyvern of any sex, but will have the spoil time of a normal inventory since the
Wyvern is dead. Oh, dus een Alpha Wyvern killed. Dan krijg je er meteen 50. Oh, maar je kan ook Preserving Salt in de Preserving Bin doen. Hadden wij niet zout of zo? Of hadden wij dat niet? Volgens mij hadden wij dat. Of ben ik nou een beetje met me gek geworden? Huh, ik kan me herinneren dat ik zout had. Of nee, dat zout was ook aan het spoilen. Hè? Ik had zout. Ik zweer het je. Oké, Wyvern Milk gives 1200 food to baby Wyvern. Dat is best wel veel. Oké, maar dat is nog wel een hele klus natuurlijk. Kunnen op zich wel voor zorgen dat die... Zeg maar, een bijna uitkomen, weet je al, duurde nog een half uurtje. Dat is allemaal gewoon prima. Maar ik denk dat we er nog lang niet klaar voor zijn. Want de Wyvern moeten we natuurlijk ook weer ergens Nokkie zien te krijgen. Dus moeten we weer een basis zien te maken waar ze dan invliegen. Op zich wel makkelijk te doen. Je steelt gewoon een eitje en dan komen er genoeg achter je aan. En die heb je dan uiteindelijk in een hokje. En moet je dan ook weer een Nokkie krijgen? Is dat lastig of niet? Kijken of we dat kunnen zien. Fire, lightning, poison heb je alleen ijs, man. Freaking ijs. Falguero. Laat ze nog niet zien waar het precies is, maar het is hier zo. Oké, laten we eventjes kijken. Dit was een ice river en uses a short range ice breathing. Dus we kunnen best wel van een redelijk afstand kunnen nog best wel wat dingen bij hem doen. Hier, yeah, knockout. Data is given only for milk gathering reasons. En één river milkje is dus nodig voor 3 uur. Dus hoeveel van die stinkdingen heb je nodig? We moeten 3 dagen voor zorgen. Heel veel hebben we er nodig in ieder geval. Oké, nou, ik heb in ieder geval een klein beetje al dingetjes gelezen. Ik ben er wel iets slimmer op geworden. Maar niet zoveel slimmer. Maar we willen in ieder geval nog wel wat doen deze aflevering. We hebben nu al best wel wat gedaan. Maar we willen nog eventjes afsluiten met wat anders. En ik ga trouwens jou eventjes levelen in weight. Want het lijkt me best wel handig. Ik heb trouwens, je hebt nog wat vlees in je inventory. En op zich kunnen we dat wel een klein beetje met jullie delen. Koning de papa en mama dood gaan. Oké, we willen eigenlijk nog eventjes een dinootje temmen. Die een beetje handig is met gatherer. We hebben een ankylootje. Die is handig voor de metal. De metal is er geen zorgen meer. We kunnen nu eentje voor hout gaan. Dat kan dus een mammoet zijn. Of we kunnen gaan voor een dodicrus voor steen. Of uiteindelijk voor een bever. Maar een bever ben ik nog niet tegengekomen. En ik weet wel waar mammoeten zijn. Want we waren net letterlijk geweest. Oké, mammoet in ark. Laten we even concluderen. Oké, dan moet je ook vegetables geven en al die andere meuk. Maar niet heel veel pijltjes. Ik heb maar 35 heb je maar nodig. Voor een hoger level. Nou, we hebben niet per se een hoger level nodig. Maar ik denk ongeveer level 60 tot 80. Zou wel prima zijn. Hallo dorp, menterders. Hallo. En dan hebben we ook allemaal nog geen mammoeten zo en dat soort dingetjes. Dus misschien dat het daarmee aan kon kloppen van... Hey, ik heb een gather dinootje voor hout. Dat we misschien wel heel erg chill vinden. Dat ze me dan eventjes denken van... Nou, laten we die even toelaten, die pik. Zo, hier zit nog eventjes een mooi donompie. En wat zit erin? Allemaal meuk. Een raptorzadel. Dat is op zich wel oké. Okay. Die ook van plan ben om een raptor überhaupt te gaan temmen. Even kijken op het mapje. Laten we iets meer omhoog gaan. We are getting closer to the ice gebied, baby. We hier nou even een noodlanding voor de laatste staminaatje. En dan gaan we gewoon weer even lekker verder. Wat voor truc zou het zijn als ik nu nog gewoon een eitje zou stelen? Hoe bizar zou dat zijn? Dat gaan we lekker niet doen. Maar het is wel gewoon een dingetje. Het kan wel. Gaan we niet doen. Maar het kan wel. Oké, er zijn echt genoeg mammoeten. We hebben level 90. We hebben 55. We hebben 60. We hebben 145. Jezus, gozer. Dat is gewoon de dream. Nee, het enige nadeel is, hij zit met al zijn vriendjes hier. Kunnen we niet gewoon even één keer een yeet geven en dat hij dan gewoon volgt? Kom eens hier. Kom eens hier. Waar is ook alleen hij boos nu? Ja, kom maar, mammoetje. Kom maar, val maar van die berg af. Chill. Ja. Hij is gevallen. Nice. Ook alleen hij is boos. Oké, nu is hij ook niet meer boos. Nu is hij wel weer vergeten. En hij zit ook gewoon semi-vast. Oh, wat relaxed dit, jongen. Oh, dit is de droom. Dit is echt serieus de droom. Oké, jou pikken we even op. Hey, gozer, jij bent echt de droom, jongen. Je bent de droom die naast me ligt. Hij zit echt vast. Overal, dit is echt serieus de droom. Oké, dat is niet de droom. Ik kan ons nog wel eventjes aanvallen. Maar van deze afstand, dan komt hij niet bij me hoor. Ik laat ook eventjes dit ding aanzetten. Om te weten hoe ver we zitten met torpor. Nou, gaat lekker dit. We hebben even magic berries eventjes gaan plukken. Pompen hem daar ook helemaal mee. Helemaal goed. We zitten op 1/5, joh. Nou, we kunnen ook zien hoeveel we nodig hebben daarvan. We hebben 43 magic berries nodig. Oh, dat valt best mee. Kunnen we zo eventjes erbij plukken. Oh, dit is echt... Ouwe, dit is echt de droom. Ik heb echt... Van alle ARK-afleveringen is denk dit de ARK-aflevering die het meest smooth gaat van allemaal. Ik ben nog niet dood gegaan. Ik ben nog niet eens bijna dood gegaan. Ik heb 2 eieren gejat. Met een succes. Echt gewoon zonder moeite. Ik wil een dino gaan temmen. Ik heb geen hokje ervoor gebouwd. Hij zat met allemaal vriendjes die allemaal op me af zouden kunnen komen. Ik heb hem van de berg op laten vallen. Hij zit vast. Ik heb high ground dat hij me niet aan kan vallen.
al mijn pijltjes gaan raken. Het is echt een droomaflevering deze. En ik kan je vertellen, dit wordt echt de enige droomaflevering die ooit in Ark generatie gaat komen. Want Ark is gewoon een beetje rukkies aan het doen de afgelopen tijd. Maar dit kan ik wel eventjes waarderen. We kunnen er heel eventjes van genieten. Kijk, weet je, ik had ook gewoon genoeg gehad met een level 80er. Ik had gewoon eentje eruit gepikt. Maar hey, als je de kans hebt tussen een level 80 en een 145, dan moet je wel voor die 145 gaan, denk ik. Dan ben je ongeveer, ben je het dan hetzelfde? Oh mijn god, ik kom allemaal van die... Oh, stinkding aan. Dat wil ik natuurlijk niet. Oké, die moet even af gaan leiden. Want dan kan de droomaflevering wel een beetje verpesten. Oké, gaan nu denk ik wel Nokkie. Oké, laten we deze dingetjes eventjes... Wolfjes. Kom eens hier. Kom eens even hier. We gaan jou eventjes lekker aanvallen. Kom hier. Ja, ga maar lekker... Woe. Stink op, joh. Oké, mijn PT gaat al bijna dood erdoor. Je iemand doet wel veel damage. Oké, volg maar. Oké, de moment is Nokkie. Oké, dus deze eventjes mij volgen. Dat zou ik heel fijn vinden. Ze worden afgeleid door een PTE. Dat is ook prima, joh. Maar van mammoet wegblijven, weet je wel. Oké, ze komen er weer aan. Oh nee, de wolfjes gaan mijn pekontje proberen te pakken. Oh nee. En oké, de eentje is afgeleid. Ze zijn alle drie afgeleid. Toppie. We gaaan onze dreamaflevering er niet verder. Wat doe jij hier? Oh, er zijn ook gewoon twee gewoon naar beneden gevallen. Oké, prima. Nou, jullie kunnen een soort van tank zijn, denk ik. Of een soort frontline. Als jullie worden aangevallen, is prima. Die stinkwolven. En makkertje. Oké, we kunnen wel even zien. Even wat bestjes gaan verzamelen. Of hadden we nodig? Een stuk of 40 of zo. Nou, dan zijn we nu op 1/10. Nou, ik zit trouwens even in mijn toolbar zetten. Dat ik gewoon zie hoeveel we willen hebben. Oké, is er dan een wolf met een mammoet aan het vechten? Dat is prima. Als die wolven gewoon lekker doodgaan. Oh my god. Stop. We gaan onze droomaflevering niet verpesten hierdoor. Mammoet, kill ze. Be my friend and kill all the wolfies. Ik wil je met alle liefde heel graag helpen. Maar ik ben bang als ik jou ga helpen dat ik zelf doodga. Oké, mammoet gaat best wel lekker. Direwolf van level 150, joh. Ja, die kan je wel aan, toch? Ik ben trouwens een beetje aan het betwijfelen. Okay, laten we zo meteen ons even mee gaan helpen. Door even mee te gaan schieten. Op die direwolf. En klonk. Groot mis. Oh, ik moet even raakschieten op de ding. Oké, ik weet nog niet over wie ik schoot. Maar ik hoop op de wolf. Oké. Oh, ze zijn allebei dood. Ook prima. Helemaal dikke prima. Dankjewel. Zo, en dankjewel. En direwolf van level 150 killen. Zorgt wel voor wat lekkere XP. Nu gaat hij daarboven, mammoetje. Ik heb geen idee. We zijn op de helft van het kedderen. Duurt alleen eventjes. Zo, ik heb er nu 52. Dat moet meer dan genoeg zijn. Gozertje, ik kom hier gewoon eventjes wat berries voeren, joh. Wat vind je daarvan? Zo, dan gaan we hier eventjes naar beneden. En dan gaan we lekker in jouw conti. De torpor is echt gewoon nog niet helemaal laag. Voet wel een beetje naar beneden. Dus ik denk dat hij best wel redelijk snel getemd gaat worden. Nou, is lekker aan het smikkelen. Ik krijg 72 levels erbij. En we blijven gewoon lekker dooreten. Zo hoort dat. Oké, dan pakken we deze er ook eventjes bij. Dan zien we ook zeg maar, zijn food ook omhoog gaan. Ja, dan gaat gewoon dikke prima dit. En dat hij gewoon ook een keer door gaat eten. Ik ben wel blij dat hij onze ratios ook gewoon neemt met het voorbeeld van... Oké, zoveel heb je van die nodig, zoveel van die. Dat is wel fijn. Oké, hij gaat blijkbaar niet dooreten. Hij zit nu op 23%. Maar dat vindt hij blijkbaar eventjes genoeg. Dat vind ik wel een beetje jammer. Je hebt trouwens echt een flinke kont gehad, gozertje. Alle jemig zeg. Op zich ligt hij ook hier wel veilig. Dat is wel fijn. Maar ja, dan moeten we gewoon niet eventjes op wachten. Hij zit al bijna... Hij zit nu op 69. Lekker hoor. Nou, hij was gewoon wel aan het dooreten. Voor mij zit hij nu vol. Ja, hij zit nu vol. Nou, hij heeft tot 76% in één keer doorgegeten. En nu moet hij gewoon een beetje wachten tot hij weer naar beneden gaat. En weer een hapje neemt. En weer naar beneden gaat. Een hapje neemt. Dat gaat gewoon eventjes duren. Trouwens, er zit wel echt een hele mooie maan daar. Wilde ik gewoon even zeggen. Er zit gewoon een hele mooie maan in Ark. Ik ben trouwens ook weer level omhoog. Dat is lekker. We kunnen een fabricator al maken, joh. Gozertje. Nog één level, dan kunnen we elektriciteit alweer maken. Gaat al best lekker. Hij zat ook een beetje honger, dus laat ik even wat besties eten. Hij zit nu op 90%. Lekker, bijna klaar. Natuurlijk van die blauwe besties kreeg ik ook wat water erbij. Dat is ook wel fijn. Het gaat niet natuurlijk heel snel. Maar het gaat gewoon prima, weet je. Je moet toch wachten. Dan kunnen we lekker bestjes eten. Oh, en mammoetje is getemd. We noemen hem Gozertje. Gozertje de mammoet. Doe maar eens even rustig, Gozertje. Zo, dan springen we eventjes op je. Zo, dan doen wij even een pick-upje bij jou. Dank u. En dan doen we even jou gooien. Pick-up. En dan gaan we op onze PT. En gaan we er vandoor. Ah, ging best wel lekker, moet ik zeggen. En dan zijn we ook gewoon weer lekker thuis. Moeten we even een mammoetzadel gaan maken. Lijkt me wel verstandig. Zo, mammoetje daar. Daar moet je zo even in de hitching zetten. Ja, dat lijkt me wel verstandig. Gaat trouwens met al die spark powder die wordt gemaakt. Al gemaakt. Dat is al gemaakt. Laten we alles gewoon lekker hierin gooien. Dat heet gewoon, ja, hier heb ik pas één spark powder gebruikt. Dus hebben we wel genoeg voor altijd. Want dat is ook een cooking ding gekregen. Dus die kunnen we ook op zich even neerzetten. Ook als het niet S+. Hebben hem wel. Blijkbaar ben ik weer level omhoog. Geen idee hoe ik aan al die levels kom. Maar
En soms moet je ook gewoon maar niet klagen, hè. We gaan even kijken. Mammoet zadel. Mammoth. Mammothje. Hier zo. Ja, daar hebben we denk ik wel genoeg voor. Maar natuurlijk hebben we er genoeg voor. En maken die handel. Let's go, baby. Let's go. Op zich een Allosaurus zadel maken, denk ik ook niet zo heel erg slecht idee. Maar die staat er niet bij of zo. Kan ik die nog niet leren? Oh, die kan pas level 67. Oké, duidelijk. Nou, ik heb in ieder geval de electrical generator geleerd, zie ik. En al die andere elektrische meuk. Dus we zitten alweer een stapje verder tot succes. Mammoetje, ik heb voor jou zo'n lekker zadeltje. Alsjeblieft, graag gedaan. Dan pak ik je nog eventjes op. Dan gaan we eventjes nog op jou rijden. Dan gieten we deze boom even weg. Dank je, dank je, dank je. Gozertje, gozertje. We kunnen op zich wel eventjes deze boom even hier een beetje weghalen. Dan een klein beetje meer ruimte kunnen creëren voor onszelf. Zo, en dan zetten we je ook even aan de hitching. Kijk, hits die nou gozertje. En dan doen we behavior enable wandering. En heb je heel veel... Je hebt wel echt al lekker veel houndies hoor. Lekker hoor. Nou, dan kan blijkbaar ook best wel makkelijk bestjes verzamelen, zie ik. Dan neem ik een paar van die berries mee. En die geven we dan even aan Stinky. Kijk, hij vast ook wel een keertje weer honger. Dan kan je lekker smikkelen, gozertje. Nou, hebben we voorlopig ook genoeg hout. En Tetch kunnen we nog erbij krijgen. Hoe gaat het trouwens met dit? Dit gaat wel allemaal wel lekker vanzelf, denk ik zo. Nou, even als ik weer online ben, dan is dat alweer klaar, denk ik. Ik denk dat ik jullie eventjes... Ja, ik ben 38 minuten nog. Ja, ik denk dat ik jullie gewoon lekker op ga pakken. Dat jullie binnenkort gewoon lekker uit gaan komen. En jullie gaan de eerste volgende aflevering uitkomen, zoals ik kan zien. Dus dat is gewoon dikke prima. Jullie gooi ik eventjes hierin. En bedankt jullie allemaal voor het kijken aan deze leuke ARK-aflevering. Wil je er meer van me zien, dan kan dat hier zo. Twee knoppen naast mij. Je kan hem abonneren. Merchandise staat natuurlijk ook altijd. En ben benieuwd wat we de volgende aflevering gaan beleven. Laat weten in de reacties. En dan zeg ik nog één ding. En dat is later. Later.